dat hij zijn maatje maar gauw mag verlullen en dat ze de straf krijgen die ze verdienen. Op eerste paasdag, afgelopen zondag, is een 18-jarige jongen met een mes gestoken. Dat gebeurde aan een speeltuintje aan de Wikkendreef in Spijkenisse. Het slachtoffer had geluk, want hij werd gered door twee buurtbewoners, Danny en Rika Veerman. Ja, ze lagen hier zo vlak voor de schuur, waren ze in eerste blik, wat ik dacht, gewoon aan het vechten, zeg maar. Het leek een vechtpartijtje, dus ik dacht, ja, weet je wel. Eén tegen één ga ik niet gelijk tussen springen. Ja, hij lag wel al op de grond op een gegeven moment. Dan denk ik, ja, dan is het wel klaar. En toen kwam nummer twee erbij, dus ja. Niet alleen Danny en Rika, maar ook hun honden hadden een aandeel in de reddingsactie. De dader die wilde met hem eigenlijk op de vuist. Die was ook niet van plan om weg te gaan. Die wilde echt nog een paar keer terug naar het slachtoffer om een soort van zijn werk af te maken. En toen ging hij tegen Danny tekeer en er kwam een woordenwisseling. En ik weet dat Danny niet terugdeinst. En die jongen zag er ook niet uit dat hij terug zou deinzen. En toen werd ik wel bang. Toen dacht ik, nou moet ik iets doen om de situatie even, ja, weet ik niet, te kalmeren, te open te breken. Dus het enige wat er bij mij naar boven kwam was, die honden staan achter de deur en ik laat die honden los. En dat heb ik gedaan. Danny en Rika zorgden voor het slachtoffer totdat de hulpdiensten kwamen. De gebeurtenissen hebben flinke indruk gemaakt op Danny en Rika. Dat ik mijn eigen dochter heb van dezelfde leeftijd als die gasten. En die loop je natuurlijk ook rond de hondje uit te laten met de metro naar school. En daar lig ik dus 's nachts ook wakker van als het maar goed gaat. En ze maar niet een van die gekke gasten tegenkomt. Want, tegenwoordig trekken ze heel snel een mes en word je gewoon meteen neergestoken bij het eerste de beste dingetje. Ja, en ook dat het op klaarlichte dag is. Ja. Weet je wel, ik bedoel, het interesseert ze allemaal gereed. Ze kijken nergens naar, iedereen zit in zijn achtertuin. Ja, het is gewoon een blok met een veld ertussen. Iedereen was in zijn tuin bezig, het was hartstikke lekker weer. Overal ging de barbecue rustig aan en waren ze in de tuin aan het knutselen en aan het doen. Het interesseert ze allemaal helemaal niks. Weet je wel, het gaat zo makkelijk tegenwoordig. Steek je gewoon neer. Het volledige interview met Danny en Rika Veerman is te zien op onze website www.rijnmond.nl. Triest nieuws uit het Erasmus MC. Ram Ramratan werkte daar op de afdeling radiologie en is overleden aan het coronavirus. Met een indrukwekkende erehaag namen zij gisteren afscheid van een 60-jarige collega. In Rotterdam hadden we natuurlijk al een drijvend bos. Er is een drijvende boerderij, een drijvend paviljoen en in het najaar dobbert er een drijvend kantoor. En vanaf vandaag drijvende woningen. 18 stuks komen er te liggen in de Nassauhaven. En vandaag werden de eerste woningen vanuit Bolnes naar Feyenoord gesleept. De bouwers zijn trots op het betonnen ponton waar het huis op rust. Die wordt opgebouwd uit piepschuim. Waar we vervolgens omheen wapen en storten. De piepschuim houdt de lucht vast, waardoor die inderdaad opwaartse vermogen krijgt. En daardoor is hij dus onzinkbaar. Onzinkbare woningen dus, die beschouwd kunnen worden als onroerend goed. Compleet met waterkavel en eeuwigdurende erfpacht. De lichtplek is trouwens heel dynamisch met dat eb en vloed. Ja, wat het getijdengebied ter plekke betekent, is dat het getijverschil tussen 1,5 en 2 meter is. Dus als bewoner word je 's ochtends wakker met een bepaald uitzicht naar buiten. En 6 uur later ziet dat uitzicht er veel anders uit. En dat is ook precies waarop toekomstige bewoners zich verheugen. Je gaat alleen maar omhoog en naar beneden en het gaat heel geleidelijk. Dus dat is minder erg dan mensen denken. En weet je, ik vind het wel leuk, want je hebt elke keer een ander gezicht, een uitzicht. Of hoog of laag. Het is een bal! Feyenoord, Feyenoord. Hand in hand met Feyenoord. Feyenoord.
is op het ogenblik helemaal van ons. Op 15 april 1970 was Feyenoord nog maar 90 minuten verwijderd van een historische finale plek in de Europa Cup 1. Na de 0-0 uit bij Legia Warschau moest het thuis tegen de Poolse tegenstander gebeuren. Archivaris van Feyenoord, Cor van Veldhuis, is een van de naar schatting 800 supporters die alle Europese wedstrijden dat jaar live meemaakten. En Van Veldhuizen was toen al een echte verzamelaar. Ja, ik zou bijna zeggen, wat heb ik niet van die wedstrijden tegen Legia. Ik plakte ook alles in. Ik heb hier bijvoorbeeld een zakje met overtollige slotties. Nou, ik plakte het vliegtuig in, uiteraard het toegangskaartje voor de wedstrijd. Ja, en dan alle krantenknipsels, maar dan ook echt alle krantenknipsels van zowel de krant die we thuis hadden als andere bijgekocht. Halverwege de helft van Legia. Een goede kopstoot en een doelpunt. Een doelpunt van Hanegem. Een kopstoot waar hij... Ik weet natuurlijk dat al na 4 minuten Wim van Hanegem met een kopbal 1-0 scoorde. En na een half uur Frans Haziel met een ontzettend hard schot zomaar uit de lucht. En dan ontploft het stadion, denk ik. Schindvol is het. Schindvol, 2 man. En Haziel. Goed! Oh, een doelpunt! Goedemorgen! En wat schreven de kranten na die thuiswedstrijd? Ja, nou dat... allemaal naar Milaan. Feyenoord in de cupfinale tegen het Schotse Celtic. Milaan komt in zicht. Happel zegt Moulijn de meester. Feyenoord meer dan die 11. Triomf in beeld met allerlei foto's van de spelers, zowel juichend als na afloop. Dat is de krant uit Polen, van Warschau, van Legia. Waarin de binnenkant de opstelling staat met de diverse spelers. Dus dat is, die ga ik ook niet wegdoen uiteraard. En een zeer langgerekt fluitsignaal van de uitstekende scheidsrechter Howley. Ten teken dat het allemaal voorbij is. Feyenoord voor het eerst in zijn lange eervolle carrière in de Europa Cup van de landskampioenen. Op 6 mei in Milaan kunt u dit Feyenoord terugzien. De dierenvoedselbank Rijnmond heeft een groot probleem. Omdat de hele regio is gaan hamsteren, komt er bijna geen voer meer binnen voor de beesten. En daarom gaan wij ze nu verrassen met een karrevracht aan brokken. Zo, Lisbeth. Ja? Zijn dit de laatste? Dit zijn de laatste. Oei, oei. Hoeveel kilo hebben we nou? Oh. Ik denk een kilo of 700. 700 kilo? 700 kilo honden en kattenvoer. Nou, dan kunnen ze wel even vooruit, toch? Dan kunnen ze wel even mee vooruit. Kom op. Oh. Zo. Ferry. Ja. Hallo. Hi. Ik ben Sander van Rijnmond. Ferry van Rijnmond. Hoe is het? Ja, goed, op een verkoudheidje na, dus... Dan blijf ik een beetje uit de buurt, ja, hè? Anderhalve meter. Ja. Hey Ferry, nou hebben we een brief gekregen dat je zo weinig brokken binnenkrijgt. Dat je dus eigenlijk een beetje aan de geelhonger zit. Ja, dus daar komt het op neer. Komen wij hier in actie. Wij komen jou 700 kilo brokken brengen. Ja, dat is echt waanzinnig. In die bus! Erg je bent er stil van, zie ik. Ah, ik zou je een knuffel willen geven, maar dat kan niet, hè? Nee. Wat raak je nou zo? Ja, dat heb ik vaker. Het is alles wat ik heb, die dierenvoedselbank. Nou, en je ziet dat de mensen je gunstig gezind zijn, hè? Ja, gelukkig wel. Er zijn behoorlijk wat dierenvoedselbanken die de deuren al gesloten hebben. En ja, dat wil ik gewoon voorkomen, koste wat het kost. Nou, juist in deze tijd vinden wij het belangrijk om jou te steunen met jouw dieren. En daarom zijn we hier met 700 kilo brokken. Ja, ik vind het echt geweldig.
Superman. Geef me een low five. Hup. Zo, karretje 1. Ja, weegt heel wat. Dan krijg je een hondenbrok voor in je keel, hè? Ja, een hele grote. Zo, hebben de arme beestjes ook weer te eten. Hey, heb je nou zelf ook een verzoek of ken je iemand die hulp nodig heeft? Ga dan naar de website en stuur een berichtje. Wie weet kom ik naar je toe en lossen we het samen op. Want samen maken we Rotterdam toch een stukje mooier. Ahoy! Zo, je had er een eentje besteld. Ja, ik ben hier. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, zo, hoeveel is dat over? 3,75. Alsjeblieft, laat de rest maar zitten. Dank u. Ja, dit hilarische filmpje is helemaal viral gegaan op allerlei social media pagina's. Een filmpje van een Rotterdamse horeca-uitbater uit Hillegersberg, die op een leuke manier probeert te hebben over de anderhalve meter samenleving en de consequenties voor de horeca. Maar dat het zo groot zou worden, dat had hij nooit durven dromen. Het is gewoon te gek natuurlijk, want je zo'n bekendheid krijgt en radiostations die bellen naar jullie natuurlijk. Ja, en heel veel mensen over heel de wereld die mij berichten sturen over hoe wij dat hier in Nederland aanpakken. Ja, het is ik denk meer dan 1 miljoen keer wereldwijd bekeken gewoon. Nu zie je ook horecaondernemers in Amsterdam, hè? Nicolette van Dam, een bekende Nederlander die jullie nadoet. Precies, ja. En hier in Rotterdam zie ik ook al verschillende. Dit wordt natuurlijk wel echt een challenge, denk ik. En heel veel mensen gaan zelf daar ook wel dingen op verzinnen, net als wij hebben gedaan, zeg maar. En ook hopelijk allemaal online zetten, zodat we allemaal een statement maken. Want eigenlijk doen we het allemaal voor hetzelfde. En dat is dat we bang zijn dat het dadelijk helemaal fout gaat natuurlijk. En dan is dit wel heel erg leuk. Wat is de volgende? Bitterballen gooien naar iemand? Spaghetti is naar voren gekomen. Dat vindt Norman trouwens ook heel leuk om te doen. Want hij vond het sowieso leuk om een glas bier in mijn gezicht te gooien. Hij werkt al 24 jaar bij me. Wie wil dat niet bij zijn baas? Wie wil dat niet bij zijn baas?